Hallo dames en heren en welkom terug bij een nieuwe online video. Ik heb weer aardig wat online geraced, gewoon tegen willekeurige mensen in custom lobbies. En ik heb weer wat races uitgezocht om up te loaden naar mijn YouTube kanaal. We hebben nu ook de 200 abonnees behaald en dat is echt super snel gegaan naar die eerste 100. Dus daar ben ik super blij mee. Bedankt voor al jullie support en blijf al mijn video's gewoon liken en... Ja, blijf je gewoon abonneren als je nieuw bent. En dan gaan wij beginnen met hier de eerste race in Hongarije. Met een laagstaande zon. Dat is altijd irritant in bepaalde bochten. Maar goed, dat zijn de settings nou eenmaal. En daar gaan we. De lampen zijn uit. We hebben hier een redelijk goede start. Niets noemenswaardig. Achter me rijden nog 10 andere coureurs. Dus wordt waarschijnlijk weer chaos in de eerste bocht. Je hebt altijd een paar kamikaze piloten en hier voor me gebeurt het al, hier achter me en ik zit er weer precies middenin. Komt een Haas, komt een Toro Rosso nog. En zo zit ik er precies middenin. Ik heb wonder boven wonder, maar één stukje van mijn voorvleugel kapot. En ik moet hier oppassen, het is hier net een hindernisparcours. Je moet hier gewoon slalommen om auto's te ontwijken. En dat doen we dan ook en we kiezen hier heel slim hier de binnenkant. En dan hier voor me gaat het hier helemaal mis tussen een Renault en een Haas. En, onder het rijden had ik gewoon de tijd om hierover na te denken en gewoon om te lachen. Want let op, dit was dus wat ik voor me zag. Die Haas duwt die Renault gewoon iets op het gras. En ik had al het idee, ik ga al van mijn gas af. Ik dacht, die Renault die gaat 100% wraak nemen. Je ziet hem hier ook vol door accelereren en die denkt zo, jou neem ik even mee vriend. En dat is precies wat er gebeurt. En ja, dat krijg je in die online races. Ik neem ze niet te serieus. Als ik serieus wil racen, dan doe ik wel aan League Racing. Terwijl we die Haas hier ook voorbij gaan, want die ging op het vel. Ja, ik neem deze race niet te serieus. Je kan hier bijna niet een normale race rijden. Maar ik vind het altijd wel grappig om te zien hoe mensen elkaar eraf beuken en ja, totaal niet kunnen rijden. Neem niet weg dat ik zelf ook niet de allerbeste ben. Absoluut niet. Maar wat hiervoor ook bijvoorbeeld weer gebeurt... Ja, dat kan gewoon niet. Wij schuiven ondertussen op naar de 11e positie. En we zitten nu redelijk in de achterhoede, dat wel. Misschien komen we nog wat verder naar voren deze race. En ik heb hier een Zauber ontzettend dicht op me zitten. En ik heb zoiets van, ga maar, ik wil even een stukje racen met je. Ik had deze... Gozer had ik al wel eerder gezien in andere online races en ja, deze kerel die houdt het wel redelijk clean, dus we gaan een beetje met hem battelen en hier pak ik hem iets aan de binnenkant, maar dan gaat er weer iemand af in de eerste bocht, waardoor ik er ook uiteindelijk af ga. Dus hij zit hier weer rechts aan de binnenkant en dan glijd ik hier eigenlijk net iets te veel naar buiten en dat was niet mijn bedoeling om hem hier op het gras te duwen. Klein foutje voor mij, gelukkig viel het allemaal wel mee. En kunnen we allebei verder. En dan gebeurt hier voor mijn neus weer het een en ander. Dus rijdt hier een Ferrari, die loopt hier te slingeren. En die is hem ook gewoon kwijt hier. Dus ondertussen liggen we al gewoon weer zevende. Omdat de mensen voor ons de auto gewoon niet op de baan weten te houden. Ondertussen sluit de Zauber weer aan bij ons. Ik schiet hier iets wijd. Deze keer echt niet bewust of zo. Ik zat er zelf ook niet al te lekker in, dus ik heb zoiets van, ik laat je nu gewoon gaan. Eigenlijk was je me net al voorbij, duwde ik je iets op het gras, dus ga maar gewoon. En dan zijn we toch teruggevallen naar de 9e positie. Schuif hier op naar positie nummer 8, omdat iemand disconnected is. Daar nog iemand. Het is hier complete chaos hier op de baan, want er rijdt hier van alles rond. En ik heb nu... weer een andere coureur echt vlak achter me zitten. En die heb ik zoiets van, ga er maar langs. Want ik had al van mijn engineer gehoord dat hij een time penalty heeft. Dus in die laatste ronde hoef ik hem alleen maar een beetje te volgen en in de buurt te blijven. En dat doe ik dan ook. En zo weet ik gewoon toch die 8e positie vast te houden. Geen goede klassering, maar wat ik al zeg, deze races is gewoon echt puur in leven blijven. Dan gaan we gelijk door met de tweede Grand Prix in Rusland, in Sochi. En ook hier is het gelijk weer chaos. Er komt iemand hiervoor niet goed weg. Ik ga expres al van mijn gas af. Want ik wil niet weer in die eerste bocht gecollecteerd worden en schade krijgen. Het is gewoon bijna niet te doen. En achter me denken twee mensen precies hetzelfde.
Ja, en hier, dan gaan ze al voor mijn neus. Het gaat hier alle kanten op. Er rijdt hier een Ferrari achter ze tevoren. Er gaan iets van 8-9 mensen wijd. Ik zie overal onderdelen. Gelukkig ghost die auto daar en daar ook en daar ook. En dan zijn er mensen met connection problemen en dan stuurt hier opeens een Williams vol naar links, vol op mijn rechter voorwiel de muur in. Dus heb ik alsnog een beschadigde voorvleugel. En dat is de boss die hier voor me rijdt. En hier een herhaling, ja, je ziet mensen met connection problemen, altijd fijn. En hij stuurt hem gewoon blind naar links, waardoor hij mij gewoon in de muur ramt. En laat ik het zo zeggen, ik ben normaal niet echt van het wraak nemen. Maar je gaat zo zien waarom ik wel wraak neem op deze Williams. Deze wilde ik nog wel laten gaan. Ik denk van ik zou het er zelf niet gelijk aframmen. Zo zit ik zelf niet in elkaar. Dus wij volgen hem hier gewoon. En proberen onze race te vervolgen. Maar er gebeurt hier voor me is het hier ontzettende puinhoop. Iedereen gaat wijd. En let op die Williams, let op de boss. Hij knijpt hier ook alweer gelijk een Toro Rosso de baan af. En dan ben ik het zat. En dan denk ik van gast, je hebt een koekje van eigen deeg nodig. Ik gooi gewoon achterstevoren. En tot ziens. Daar hebben we geen last meer van. En zo kan de rest van ons gewoon hopelijk clean doorracen. Maar ja, die Forzindia rijdt ook een beetje gek. Maar goed, dat laten we maar gaan. En zo hopen we gewoon een beetje normaal te kunnen gaan racen vanaf nu. En ja, moeten we met een flink beschadigde voorvleugel die race zien uit te rijden. Daar knalt er alweer eentje de muur in. Wij proberen door te rijden. En dan heb ik mijn teamgenoot vlak achter me zitten en die zit ook een beetje te duwen op mij. In plaats van dat hij wacht tot het rechte stuk, dat doet hij dan niet. En hier laat hij opeens een gat vallen en lijkt hij een beetje af te haken. Nou ja, verder komen we hier in rondje nummer 3 en dan staat hier weer iemand geparkeerd en schuiven we op naar positie nummer 6. Er zijn sowieso heel veel mensen hier die je zoveel afsnijden dat ze gewoon een time penalty krijgen of noem het maar op. En verder gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel meer. Ja, we schuiven hier nog op van de 6e naar de 5e positie. We hebben de hele race met een beschadigde voorvleugel gereden. En eigenlijk eindigen we niet zo eens heel ver van het podium. We eindigen volgens mij een seconde of 12 achter. Dus ja, opeens niet eens zo heel erg slecht. En dan komen we hier over start-finish. En hebben we ook deze race nu weer voltooid. Dan ga ik jullie nog één race laten zien op Spa in België. Hier ga ik vooral zelf de mist in, maar dat komt zo. Je ziet alweer gelijk mensen met connection problemen. Ja, je weet gewoon dat hier in de allereerste bocht natuurlijk gewoon weer mis zal gaan. En dat gebeurt ook. Je ziet de onderdelen alweer vliegen. Er staat een Williams achterstevoren. En dan gebeurt er hier ook het een en ander. Hier naast me wordt er eentje gewoon bijna de vangrail overgegooid. Volgens mij slaat die Red Bull ook over de kop. En dan heb ik een te goede slipstream, zit ik te dicht achter die Renault. En dan verlies ik gewoon de voorkant. En dat is eigenlijk een beetje mijn schuld. Want ik had gewoon iets van het gas af moeten gaan. En niet met mijn voorvleugel echt letterlijk zijn achterkant aanraken. Want daardoor raakte ik hem nu gewoon kwijt. En wij vallen dus terug naar de 14e positie. En iets zeg maar dat niet lang zal duren voordat wij weer opschuiven naar een betere positie. Want ja, die eerste ronde dan vliegen er altijd zoveel mensen af. Hier, daar gaat er alweer eentje. Wij proberen gewoon door te rijden. Ondanks dat ik mijn voorvleugel weer kwijt ben, voelt de auto wel redelijk steady en in balans aan. Dus daar proberen we maar van te profiteren. Dat zie je hier ook. Veel betere exit dan de Williams die voor me rijdt. En dan schat ik alleen deze bocht iets te verkeerd in. Ga ik iets te veel op het gas. Ik raak die Williams ook een beetje, maar we kunnen allebei door. Hij schoot namelijk ook door. Dan ben ik die in ieder geval voorbij. Niet echt clean, maar goed. Online het clean houden is al lastig zat. En je ziet ook gelijk dat ik bij hem wegloop en dan hangt er weer een blauwe vlag. Allemaal onderdelen staat daar volgens mij een Sauber. En hier voor me gaan ze ook flink tekeer met z'n allen. En dan gaat er eentje hier door de grindbak. Ja, die zullen we nu toch voorbij moeten gaan. Dan gaan er hier twee linksaf de muur in. Die gunnen elkaar ook niks. En zo zie je dat we nu alweer negende liggen. En dan denk ik hem hier aan de binnenkant te steken, maar dan raak ik net zijn ja, linker achterband aan met mijn rechter voorband en dan ben ik dus de balans kwijt. Ik weet hem wel heel knap redelijk op te vangen. Zo verliezen we daar maar één plaats aan. Zo kunnen we in ieder geval doorrijden nu. Maar de grip is een beetje weg. Ondertussen liggen we negende omdat er toch iemand de pits is ingegaan voor een nieuwe voorvleugel. Lijkt het.
En zo kunnen wij verder rijden op positie nummer 9. Maar dan hangt er alweer geel. Staat er iemand die stil op het rechte stuk. En daar kunnen we maar net langs. Lastig om te zien. Voor je het weet knal je er echt achterop. En dan komen we hier aan het eindje van ronde nummer 2. En dan gaat er daar iemand naar binnen toe. Waardoor we op zullen schuiven naar de 8e positie volgens mij. 7e positie zelfs. Zo zie je dat we toch weer wat opschuiven. En dan zitten we hier in de laatste ronde. Veel gebeurde er eigenlijk niet meer. En ja, we hebben een redelijk gat naar degene achter ons. Voor ons, hier staat nog iemand in de grindbak. Het gat voor ons is te groot. En wij gaan deze race gewoon uitrijden. Voor een 7e plek. Beter hebben we het helaas niet kunnen doen. Gedeeltelijk met die hier voorvleugel te maken en ook met wat foutjes die ik natuurlijk zelf heb gemaakt. Maar ja, het is even niet anders. Terwijl ik hier nog even een penalty mee pik. Niet zo heel handig, want ik had er volgens mij al één. Maar het gat met degene achter me is groot genoeg gelukkig. En dan was dit de laatste race. Dit was tevens ook gelijk de video. Dus ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Als jullie wat meer online races willen zien, laat het dan weten. Of als jullie vinden dat ik wat andere online races beter kan gaan uploaden, waarin ik het bijvoorbeeld wel beter doe. Wat willen jullie precies zien? Willen jullie deze chaos zien in de eerste rondes, waar mensen er gewoon afgaan? Of willen jullie races zien waar ik gewoon echt goed presteer en zo clean mogelijk probeer te rijden en goede gevechten heb? Laat het even weten in de reacties. Abonneer je op mijn kanaal als je nieuw bent. En geef deze video een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag voor een nieuwe aflevering.